Hey jongens, welkom terug bij Renato's Fitness en ik heb hier weer een vraag. Een vraag van Furkan. Furkan die vraagt eigenlijk hoeveel procent lichaamsvet je per maand kunt verliezen. Wat realistisch is, wat reëel is. Voor het keto dieet, hartstikke goed. Goed bezig Furkan. Ja, hangt er vanaf, het is heel moeilijk om te zeggen, maar ik krijg deze vraag wel meer. Realistisch gezien, 2-3% per maand kan, 5% per maand kan ook. Dat hangt er maar net aan hoe streng jij jouw dieet kan volgen. Hoe slim je het aanpakt, hoe effectief je het aanpakt. Of je het goede dieet volgt, wat het beste bij je pakt, bij je past. Als het gaat om het verliezen van vet, verbranden van vet, om droog te worden. Dat is heel verschillend. Ik denk niet dat je daar echt een cijfer aan kunt geven. Ik zelf denk dat je uit moet gaan van 2-3%. Maar nogmaals, heb je heel erg veel overgewicht. Ben je heel erg zwaar, zit je op, ik noem maar iets, 35% lichaamsvet. Hè, wat kan. Ja goed, als je dan een goed dieet volgt, gaat bewegen. Ja, dan kan het heel vlug gaan. Misschien maar 10% per maand. Tot je een bepaald punt bereikt. En ook dan zul je kleine stapjes moeten gaan doen. Zeg maar van 2-3%. Het uiteindelijke streven wat je kunt gaan behalen, dat is ook een vraag waar ik veel krijg, is ja, ik denk toch wel realistisch gezien, normaal gesproken toch rond de 7%. Ik denk dat je daar toch wel over moet gaan praten. 10% is heel goed haalbaar en ik denk als je echt heel strikt gaat doen, dat je op de 7% uitkomt. Afgelopen zomer zat ik op 7%, zo laag heb ik nog nooit gezeten. Maar voor de prestaties, dus voor echt het sporten op zich, is het niet optimaal. In CrossFit geven wij aan 10% is optimaal. Dan kun je gewoon optimaal trainen. Als je lager gaat zitten, ben je gewoon minder sterk, heb je minder energie. Als je zwaar in keto zit, kun je gewoon niet super zwaar en veel trainen qua volume. Als dat je gewoon op 10 of 12% zit en gewoon alles eet wat je wil. Dus ja, Furkan, jouw vraag. 2-3% per maand is denk ik realistisch, maar nogmaals heel moeilijk om daar echt iets over te zeggen. Hangt echt maar vanaf hoe graag je het wil, dus hoe streng je je dieet kan volgen, wat voor dieet is het effectiefste dieet voor jou qua vet, het verliezen van vet. En als einddoel 7% is denk ik, dan zit je echt heel laag. Echt competitive bodybuilders, dus echt de pros, weet je wel, die zitten lager. Maar dan, ja, daar zitten ze echt maar bij wijze van spreken een dag aan of een paar dagen. Dat is gewoon niet lang vol te houden. Dat kan gewoon niet. De vraag of je daar natuurlijk spiermassa mee gaat verliezen als je zo laag gaat zitten. En, nou, dat is duidelijk, heb ik het er vaak over gehad. Het antwoord is ja. He? Dus je verliest altijd wel iets van spiermassa. Vooral als je zo laag in lichaamsvet gaat zitten. Dat kun je gewoon niet tegenhouden. De clue is om zo min mogelijk spiermassa te verliezen als je zo droog gaat worden. Dus, dat was deze vraag over ja, hoeveel percentage lichaamsvet kun je per maand verlagen en hoe droog kun je uiteindelijk worden. Renato's Fitness, train ze.